Nou, u ziet hier een andere roos. De David Austin groep. Dat is een meneer uit Engeland. Die heeft eigen rozen ontwikkeld. Bijzonder van kleur. Ze doen het heel goed. En die worden eigenlijk net gesnoeid zoals onze struikrozen. Dus ook hier ga je beginnen met het oude hout weg te halen. Dat zit er bijna altijd in. En daarna gaan we dus gewoon weer de drie ogen techniek toepassen. Takken die beschadigd zijn. En zo krijgen we dus ook van die David Austin rozen een mooie korte roos. En dat is alles.